Wow, oh my god, hij is zo mooi. Hoi en welkom op het YouTube-kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je mij van mijn eigen YouTube-kanaal, Christina K. Vandaag, misschien zie je het al aan mijn gezicht, heb ik een herfstmake-up look opgenomen met een vernieuwde lijn van Maximoor, die al in de winkels ligt. Misschien heb je al een paar producten daarvan kunnen uittesten. Dus laat even in de comments weten of je de lijn al hebt gezien en of je al iets hebt geprobeerd. Heb je er zin in en ben je benieuwd hoe ik deze make-up look creëer? Pak dan even wat lekkers bij en laten we snel gaan beginnen. En we beginnen natuurlijk als eerste met een face primer. En ik heb hier een mattifying face primer. Ik heb van mezelf best wel een vette huid, dus ik gebruik altijd een matterend product. Een primer breng ik eigenlijk altijd aan met mijn vingers, dus dat ga ik nu ook doen. En dan gaan we natuurlijk door naar foundation. En ik vind de foundation verpakking echt super mooi geworden. Met het emmertje. Ik zag het ook op andere producten. Echt heel erg leuk gedaan. Even kijken wat voor kleur ik heb. Ik denk zelf persoonlijk dat mijn kleur 126 is. Of 122. Dus ik ga even kijken welke het beste bij mij past. Even kijken. Hoe ik het eigenlijk altijd doe is, ik breng het gewoon aan op mijn gezicht. En dan zie ik wel hoe het eruit ziet. Oké, dan heb ik hier aan deze kant 122. Deze is misschien iets aan de lichte kant. Denk ik wel. Dus ik ga voor 126. Weet je, dit blendt straks wel mooi in. Of niet. Weet je, ik heb heel lang mijn moeite gedaan om eerst de foundation nog op mijn hand en zo uitgebreid aan te brengen. Maar ik denk, weet je wat, ik doe het gewoon lekker direct op mijn gezicht. En ik ben van team spons. Laat me ook even weten of jij liever een make-up sponsje gebruikt of een kwast voor je foundation. En dat ga ik lekker zo uitblenden. Even kijken, ik heb natuurlijk best wel veel roodheden nu in mijn gezicht. Maar het is aardig goed dekkend. Even kijken, ik trek hem altijd even door in mijn nek natuurlijk. Want ik wil niet zo'n dikke lijn creëren. En mijn oren neem ik eigenlijk ook altijd even mee. Oké, foundation zit erop. En eigenlijk mijn first impression is dat hij best wel mooi dekt. Het is volgens mij een aardige kleur. Dan ga ik nu door naar concealer. En ik zeg dat ik een leuke contour stick heb. Ik heb een medium en een dark. Dus die ga ik gebruiken om mijn mijn gezicht mee te contouren. En ik heb ook nog een concealer. Hier heb ik drie kleurtjes voor me. Maar ik ga voor de lichtste kleur die ik heb. Dat vind ik toch altijd wel het allermooiste. Ik denk aan onder mijn ogen. Beetje op de voorhoofd. Hier over de neus. En op de kin. Ik heb nog plekjes die extra dingen nodig hebben. Die is hier. En ik doe het altijd een beetje op gevoel. En voor de contour stick ga ik voor de kleur medium. Ik moet zeggen, dat gebruik ik niet heel vaak. Maar het effect kan wel heel erg mooi en natuurlijk zijn. Zeg maar waar normaal gesproken mijn contour poeder gaat, breng ik gewoon nu een contour stick aan. En ook op mijn voorhoofd. Maar ik heb straks ook nog een poeder. Oh, dat heb ik niet zo handig gedaan. Ja, eerst de concealer even blenden. En dan krijg je dat ook onder je ogen. Oké, dan ga ik nu de bronzer even uitblenden. Ik moet zeggen, persoonlijk vind ik echt een poederbronzer altijd wel wat handiger. Volgens mij is het aardig gelukt. Oké, dan heb ik nu mijn concealer en mijn bronzer en alles uitgeblend. Dan is het nu tijd om er allemaal wat te gaan afpoederen. En ik heb echt een heleboel nieuwe kwasten van Maximoor. Echt super leuk. Maar er zit ook een powder brush tussen. En die ga ik nu gebruiken. Heel mooi ingepakt trouwens. Kwast voelt echt heerlijk zacht aan. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Oké, poeder zit erop. Ik moet zeggen, kwastje is echt heerlijk zacht. Dan ga ik nu ook direct door naar de bronzer trouwens. We hebben hier een bronzer en een highlighter. Een matte, vrij warme bronzer. En een hele mooie highlighter. Oké, dan pak ik gewoon de poederkwast. Ga ik zo lekker in de bronzer. Even weer allemaal wat op te warmen en zo. En deze breng ik gewoon op dezelfde plek aan waar ik ook de cream contour heb aangebracht. Natuurlijk ook op de voorhoofd. Ik moet zeggen, dit kwastje echt ideaal voor bronzer. Daar zou ik hem eigenlijk
denk ik zelf voor gaan gebruiken. Oké, bronzer zit erop. En dan ga ik nu door naar de blush. En ik heb ook echt een prachtige blush. In een prachtige roze koraalachtige kleur. Hij heet ook Pink Coral. Ik pak weer de poederkwast, want ik denk wel echt dat die hier prima voor kan werken. Oké, deze is aardig fel. Goed gepigmenteerd, maar dan moet het wel goed uitgeblend worden. Dat zit er ook allemaal op. Zoals je ziet, het is aardig zichtbaar. Dus ik heb echt maar een heel klein beetje aangebracht, want je hebt hier echt heel erg weinig van nodig. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of jullie je make-up look aanpassen tijdens herfst. In de zomer draag ik altijd net even wat minder make-up, denk ik. Ik weet niet, ik maak mijn make-up looks altijd net even wat zwaarder. En ik ben wel eigenlijk benieuwd of dat bij jullie net zo is. Goed, ik heb hier twee wenkbrauwpotloodjes in de kleur blond en in de kleur brown. Ik neig naar brown, maar misschien ga ik ook even de blond uitproberen. Oké, wat me als eerste opvalt is dat er dus een mini puntenslijper in het dopje zit van het potloodje. En dat vind ik echt ideaal, want hoe vaak ik een puntenslijper zoek in mijn leven. Het is echt niet normaal en hier heb je het gewoon altijd bij. En er zit een spoelie aan de andere kant. Dit is de bruine kleur. Aardig donker, maar je hoeft hem natuurlijk niet zo sterk aan te zetten. Oh ja. Misschien begin ik toch even met de blonde kleur. En dan ga ik gewoon even kijken hoe dat staat. Hij glijdt echt als boter. Nou, ik denk dat dit eigenlijk best wel een goede kleur is voor mij. Ik ga heel even snel mijn andere wenkbrauw doen en dan is dat ook weer klaar. Oké, dan ga ik door naar oogschaduw en ik ben heel erg excited hierover, want ik heb echt twee supermooie paletjes. Ik heb deze dus best wel een groot palet met aardig veel kleuren erin. En ik heb eentje met vier kleuren erin en dit is de... Het is gewoon de eyeshadow Quattro. En deze is in de kleur Strike a Pose. En deze grote oogschaduwpalet is in de kleur Pop It Up. Want ik weet ook dat hier meerdere varianten van zijn. Warme kleuren, ook veel shimmer. Een beetje roze-achtige tinten. Echt helemaal mijn ding. Dus ik denk ook dat ik voor een soort dagelijkse bruine make-up look ga. Met een pop of color van dit paletje. Oké, ik heb aardig wat oogschaduwkwastjes, maar ik vind het fijnst om bijna mijn hele make-up look met de blending brush te doen. En deze is eigenlijk aardig groot. Hij is wel wat aan de platte kant voor een blending brush. Dus ik ga hier in deze lichte bruine kleur, pik hem even af. En die breng ik eigenlijk aan over mijn hele bewegende ooglid. Natuurlijk hetzelfde doen we bij mijn andere oog. En ik concentreer me eigenlijk wel heel erg in mijn arcade boog. Dan ga ik in de donkerdere kleur, de bruine kleur. En die breng ik aan in mijn buitenste ooghoeken. Daar ga ik me in ieder geval wel concentreren. Zoals je ziet, de kleuren zijn aardig warm, dus lekker herfstig, hou ik van. En dan pak ik gewoon even mijn vingers weer. En ik ga in deze super mooie, ja eigenlijk een beetje rosé goudenachtige glitterkleur. En die breng ik aan in het centrum van mijn oog. Oh my god, hij is zo mooi. Wow, valt echt super goed op. En die breng ik ook aan op mijn andere ogen natuurlijk. Oké, en dit is waar het kleine sponsje weer van pas komt. Ik ga namelijk in de andere highlighterkleur en die breng ik aan in mijn ooghoeken. Dus ik ga de highlighterkleur aanbrengen hier in mijn binnenste ooghoeken. Oké, dan pak ik even de andere eyeshadow brush en dit is de E21. En deze is wat platter en kleiner. En dit kwastje is natuurlijk heel erg handig om te gebruiken voor je onderste wimperrand. Ik ga weer terug in deze lichte bruine kleur. En die breng ik aan op mijn onderste wimperrand. Dit zorgt ervoor dat je oogdoek zeg maar één geheel wordt. Maar ik wil eigenlijk wel een pop of color toevoegen. Maar daarvoor ga ik in deze kleur hier echt een super mooie shimmer. En hiermee voeg ik dus toch echt net even wat meer kleur toe aan mijn ooglokje. Zonder dat het echt de overhand neemt. Dus mocht je dit spannend vinden, dan kun je dat altijd zeg maar op deze manier mee beginnen. En een andere leuke tip is om je kwastje eens nat te maken. Vooral als je shimmerkleuren gebruikt, kan het net even voor wat meer pop of color zorgen. Dus dat gaan we doen. En daarvoor gebruik ik even de fixing spray. Zo, aardig grote mist kwam eruit. En ik ga gewoon weer in dezelfde kleur. Maar dat kunnen we natuurlijk ook doen met de highlighter in mijn ooghoeken, want die valt ineens weg. Jongens, dit werkt echt als een speer. Kijk, hier heb ik dus het net gebruikt. En dit was van mijn droge kwastje.
ik moet gewoon bijna opletten dat ik het niet te veel doe, want dan shine ik zo heftig dat ze me vanaf de maan kunnen zien. Oké, dan gaan we door naar de eyeliner en mascara en alles. Voor de ogen heb ik meerdere producten. Ik heb hier een gel eyeliner. Ben ik zelf niet een heel groot fan van, want ik vind het heel erg moeilijk om met gel eyeliner ogen weg te gaan. Maar waar ik wel echt een heel groot fan van ben, is een eyeliner pen. Dus die ga ik zo meteen even gebruiken. Het is gewoon een liquid pen. En dan heb ik ook nog zwarte oogpotloodjes en een kohl pencil. Even kijken hoe het pennetje eruit ziet. Oké, hij is aardig dik, maar ik ga even kijken wat voor een streepje het zet. Oeh, heel mooi zwart. Hij is zo intens zwart. Het pennetje is ook heel stevig, dus je schiet niet uit. Oké, de eyeliner zit erop. En dan is het nu tijd voor mascara. Ik heb één mascara. En dit is de Volumizing Mascara. Ik ben heel benieuwd. Oeh. Oké, en de mascara zit er ook op. En dan is het eigenlijk nu tijd om de lipstick te doen. Oké, dan heb ik ook verschillende lipproducten. Ik ga voor de lipsticks natuurlijk. Ik heb hier verschillende kleuren, maar ik denk dat ik zelf voor de kleur muffin ga. Lekker herfstig deze kleur. En ik heb een matchende lip liner dus. Oké, lippotloodje ziet er zo uit. Je kan hem dus zo uitdraaien. Ga ik hier met mijn lippen omlijnen. Oké, de lipliner zit erop en dan is het eigenlijk heel erg makkelijk om de lipstick aan te brengen. Want het enige wat je hoeft te doen is gewoon binnen de lijntjes te blijven. Oké, hij valt net iets donkerder uit dan ik had verwacht. Echt een prachtige herfstige lipkleur. En dan nu om de look helemaal compleet te maken en om ervoor te zorgen dat je make-up look wat langer blijft zitten, heb ik natuurlijk de fixing spray, die heb ik zo straks ook even laten zien. Even laten opdrogen. En dit was mijn make-up look van vandaag die ik heb gecreëerd met de vernieuwde lijn van Max & More Makeup. Heel erg leuk. Eigenlijk van alle producten die ik vandaag heb gebruikt, denk ik dat ik alleen de mascara zou overslaan. Voor de rest vond ik alles heel erg fijn. Sowieso de kwast, de blush was heel mooi en het foundation ook. Mocht je niet genoeg kunnen krijgen van Action Beauty, er is ook een Action Beauty Instagram account. En die staat even gelinkt in de beschrijving. En mocht je meer van mij willen zien, mijn YouTube kanaal staat natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving. En heel erg bedankt voor het kijken jongens en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!